Welkom bij de lancering van de HTC One Mini. We zijn hier in Amsterdam bij het IJmuseum. De laatste keer dat we elkaar spraken was tijdens de Mobile World Congress in Barcelona. Daar werd de HTC One gepresenteerd. Hoe heb je die presentatie ervaren en hoe heeft het toestel daarna gepresteerd? Ik denk dat we zijn erg tevreden over de HTC One. Ik denk als je nog kan herinneren waarover spraken destijds was dat de doelstelling van HTC was om een soort van impact te maken in dat superphone segment. Om daar bovenin mee te doen om weer dat innovatieve merk te zijn waarvan we altijd de ambitie gehad hebben. Ja. En dat is gewoon erg goed gelukt. We hebben enorm goede resultaten gezien van de One. Hij is bekender dan ooit tevoren. Hij heeft ontzettend goed verkocht. We zitten daarmee eigenlijk weer terug in de Nederlandse top. Dus in die zin hebben we met de One neer kunnen zetten wat we wilden. En zijn we de stappen aan het nemen waarvan we in Barcelona tegen elkaar zijn. Van ja. Dat is wat we moeten doen. Dus okay. Wat dat betreft, tevreden over. Mooi. En vandaag de HTC One Mini. Stapje kleiner, niet terug. Dat zou een verkeerde conclusie zijn. We hebben net je presentatie gezien. Een bewuste keuze ook geweest. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, we wilden een Mini neerzetten die een bredere doelgroep aansprak. Ik denk dat het ongeveer, voor mij ook van jou, maar zeker dat het de nummer 1 vraag geweest die ik gehad heb in Barcelona. Is van, ja, prima, al die mooie technologie in de high-end, maar ga je het ook uitbreiden naar het middensegment? Nou, ik denk dat we daar vandaag een hele belangrijke stap in maken. Dus we hebben een One Mini gelanceerd eigenlijk, die een stuk goedkoper is dan de originele One. Ja. Die iets smaller is, daardoor misschien voor meer mensen bereikbaar, omdat hij is wat makkelijker te voorloven, om het zo te zeggen. En hij is wat makkelijker met één hand bedienbaar als je één hand zou hebben. Ja. Maar daarnaast is het ook wel heel belangrijk dat wij gezegd hebben van joh, we willen wel diezelfde premium ervaring leveren. Dus je hebt nog steeds stereo geluid, je hebt nog steeds die ultrapixel camera die 300% meer licht inlaat en je hebt nog steeds het aluminium design wat zo gewaardeerd werd op de One. Ja. Oké. Nou, mijn volgende vraag was eigenlijk wat onderscheidt de HTC One Mini van zijn concurrenten? Maar daar heb je eigenlijk een antwoord op gegeven. Een beetje wel, ja. Op het moment dat je gaat kijken naar andere concurrenten van jullie, dan zie je inderdaad de schermen worden groter. Hè. Ook daar vinden ook weer verschillen plaats. Kunnen we dit jaar misschien ook nog een grotere HTC One verwachten? Nou, we zijn wel aan het kijken hoe wij de techniek die we in de One gelanceerd hebben, hoe we dat kunnen verbreden. En vandaag hebben we een stap kleiner gemaakt. We zijn zeker ook aan het kijken wat we kunnen doen, bijvoorbeeld om nog een stapje groter te gaan of wellicht nog een stapje lager. Ja. Het is voor ons een beetje zoeken geblazen hoe we dat nou het beste doen. Ik denk dat dit de logische volgende stap was. Zeg maar een model met 4,3 inch eigenlijk, wat er gewoon een mooi tussenmaat scherm is. Ja. Niet maar meedoen aan het grootst, maar gewoon een smartphone schermmaat gebruiken waar eigenlijk de meeste smartphones nog mee uitgerust zijn. Dus nogmaals, we denken dat we daardoor heel bereikbaar zijn geworden. Dat misschien niet iedereen dat topniveau of die topprijs over had voor de One of het niet wilde betalen daarvoor. Die mensen hebben we nu aangesproken en zeggen van joh, geef je ons nog een hele premium ervaring, maar dan in een hele normale maat. Okay. Mooi. Ja. Over ongeveer anderhalf maand gaan we naar Berlijn. Daar zijn jullie ook, neem ik aan. Yes. Als we vooruitkijken, kunnen we daar nog een nieuw toestel verwachten? Daar kan ik helaas geen uitspraak over doen. Ik kan je wel zeggen dat we er zijn. Dus okay. In ieder geval, dat betekent dat wij het in ieder geval een belangrijk evenement vinden. Ja. En daar moet ik het even bij laten. Oké, duidelijk. Bedankt voor je tijd in ieder geval. Duidelijk verhaal. En we zien je graag dan in Berlijn. Top, dankjewel. Okay. Hey, bedankt.